Dag beste leerlingen, welkom in week 11, de derde laatste week van het afstandsonderwijs. Ik heb deze week voor jullie goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we beginnen met het laatste hoofdstuk. Het slechte nieuws is dat we terug functies gaan doen. En de functies, jullie zijn ze misschien ondertussen al een beetje beu, maar dit is het laatste hoofdstuk, dus nog eens functies. En volgend jaar moeten we nog een paar functies doen. Dus we zijn er nog niet helemaal vanaf. We gaan dus de eigenschappen van exponentiële functies bespreken. Maar eerst gaan we nog eens overlopen wat is een exponentiële functie. Een exponentiële functie is van de vorm I is gelijk aan k maal a tot de macht x. Dit is de wiskundige notatie van een exponentiële functie. Wij hebben ze tot nu toe eigenlijk genoteerd als I is b maal a tot de macht x. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Ja? Die b hebben wij gezien bij groei, hè, bij exponentiële groei toepassingen, dat die b een beginwaarde was. Nu bij exponentiële functies gaan we b vervangen door letter k, maar eigenlijk is het dus hetzelfde. En we noemen die beginwaarde ook nog de coëfficiënt. Dus beginwaarde of coëfficiënt, en dat is dus een getal. Ja? Maal a tot de macht x. A blijft de groeifactor. Dat was de groeifactor, blijft de groeifactor. En x is uw exponent. Dus daar verandert ook niks. Dus het enige dat van naam verandert is uw beginwaarde die nu coëfficiënt wordt genoemd. Een functie van de vorm k maal a tot de macht x, waarbij a groter moet zijn dan 0. Want bijvoorbeeld, stel dat je a min 3 hebt en je hebt een exponent 1 tweede. Dan weet je nog dat de exponent 1 tweede hetzelfde is als de vierkantswortel. En een vierkantswortel van een negatief getal, dat gaat niet. Hè? Dus vandaar zeggen we dat a groter moet zijn dan 0. En a moet verschillend zijn van 1. Want stel dat ik voor a 1 invul, dan krijg ik I is k maal 1 tot de macht x. 1 tot de macht x is altijd 1. Ja, dan staat er eigenlijk I is k en k is een getal. Dus dan is I een constante functie. En we zijn eigenlijk bezig met exponentiële functies. Dus a mag ook niet 1 zijn. En dan, tenslotte, k mag niet 0 zijn. Want wat gebeurt er als k 0 is? Ja, dan krijgen we I is 0 maal a tot de macht x. En dan vul je voor k 0 in. 0 maal a tot de macht x. Dan valt alles weg. Dan is I gelijk aan 0. Dat is ook een constante functie. Het is geen exponentiële functie. Dus dit zijn eigenlijk de voorwaarden voor een exponentiële functie. Oké. Dan gaan we het functieonderzoek doen van één voorbeeld van een exponentiële functie met een a groter dan 1 en een k gelijk aan 1. Dus als we dan k invullen, k maal a tot de macht x, vervangen we k door 1 en a door 3 bijvoorbeeld, en we nemen nu een a van 3 groter dan 1. En dan krijgen we dus vereenvoudigd wat hier staat, I is 3 tot de macht x. We kunnen deze functie gaan tekenen in GeoGebra, dan voeren we echt in GeoGebra I is 3 tot de macht x, en dan krijgen we deze grafiek, die groene lijn. We kunnen ook een tabel opstellen met functiewaarden, een functiewaardetabel, waarbij we dus voor bepaalde x-waarden de bijbehorende y-waarden gaan berekenen. We vullen voor x min 3 in, 3 tot de min derde macht is 1 27ste, 3 tot de min tweede macht is 1 negende, 3 tot de min eerste macht is 1 derde, 3 tot de nulde is 1, en zo verder. Dus deze punten komen eigenlijk ook overeen met de punten op de curve. Oké. Dan hebben we nog drie belangrijke punten aangeduid. A, B en C. Ja? Het punt A is het snijpunt met de y-as. Ja? Het snijpunt met de y-as met coördinaat 0, 1. Denk eraan, we hebben dat gezien bij exponentiële groei, snijpunt met de y-as is de beginwaarde. De beginwaarde is nu de letter k, en die is 1. Dus bij tijdstip 0 heb ik een beginwaarde van 1, want k is 1. Dus alle functies waar k 1 is, zal 0, 1 een punt zijn op de functie. Een tweede punt op de grafiek, punt B. Als ik voor x1 invul, wat gebeurt er dan? Dan krijg ik 3 tot de eerste, dus 3 voor de y-waarde. Hè. Dus als x1 is, is y3. Of het punt 1a, y is a, de groeifactor, ligt ook altijd op de curve.
En dan heb je nog het punt C. Als ik voor x min 1 vul, dan is het punt min 1, 1 derde. Of min 1, 1 op A, ook een punt op de curve. En nog eens hier, als ik voor x min 1 vul, ja, dan krijg ik 1 derde, hè, want 3 tot de min eerste is 1 derde. Dat zijn eigenlijk belangrijke punten op de curve. Oké. We gaan dan... hier loopt iets mis, want dit moest één voor één verschijnen, maar ik ga toch verder doen met mijn presentatie. We gaan het domein, het bereik, de nulwaarde en de limiet van deze functie bespreken. Het domein van de functie is eigenlijk voor welke x-waarde bestaat er een grafiek. En we zien dat die grafiek hier doorloopt naar links en ook naar rechts doorloopt. Dus over de hele breedte. Dus eigenlijk het domein is dan van min oneindig tot plus oneindig of r. Oké. Als we dan gaan kijken naar het bereik, dan zien we dat de grafiek volledig boven de x-as ligt. Dus alleen voor positieve y-waarden. Hieronder ligt geen grafiek. Dus het bereik is r plus zonder 0, hè, want dat ligt boven de x-as. Of van 0 tot plus oneindig met de haken open. Goed. Nulwaarden. Ja, er zijn geen nulwaarden, want deze grafiek hier die gaat de x-as naderen, maar nooit snijden. Ook. Je kan hier voor x geen enkele waarde invullen, zodat je 0 bekomt. Hè. 3 tot een macht, dan mag hier een negatieve exponent, of een heel kleine exponent, of een heel grote exponent. Je gaat nooit 0 uitkomen. Wel heel dicht bij 0, maar nooit 0. Dus er zijn geen snijpunten met de x-as, dus er zijn geen nulwaarden. En dan kunnen we nog de limieten gaan bespreken. De limiet, weet je nog? In dit geval is alleen het staartgedrag belangrijk. We hebben ook grensgedrag gezien, maar dat was bij rationale functies. Hier is het staartgedrag belangrijk. We kijken naar het gedrag van de grafiek naar links. Dus als x naar min oneindig gaat, dus hier, wat gebeurt er dan met mijn y-waarde? Mijn y-waarde nadert dan naar 0, want hier ligt 0 op de y-as. Mijn y-waarde nadert naar 0. Dat zien we straks ook nog eens in het verloopschema. Als x heel groot wordt, dus voor een heel grote x-waarde, nu... Hier gaat het maar tot 4. Hè. Maar je ziet al, bij 4 is mijn y-waarde heel hoog. Dus als ik nog verder ga gaan voor x, dus naar plus oneindig ga gaan voor x, dan gaat mijn y-waarde ook heel hoog zijn. Dus als x gaat naar plus oneindig voor mijn functie, dan gaat mijn y-waarde ook naar plus oneindig. Nog een paar eigenschappen. De volgende eigenschap. Wat zijn de asymptoten? Weet je nog? Hai en vax. De horizontale asymptoot, ja, die ligt zo, hè. Ja. De horizontale asymptoot is in dit geval de x-as. Want de grafiek nadert tot de x-as, maar gaat er niet voorbij gaan. Dus de x-as heeft als voorschrift y is 0. Hai. Oké. Okay. Is er een verticale asymptoot? Nee, hè. Dus hier is geen verticale asymptoot. Die grafiek die blijft naar rechts stijgen, zo. Dus geen verticale asymptoot. Het tekenschema moeten we nog maken. Het tekenschema, weet je nog, is het x van boven, y eronder en dan de tekens. Wel, de grafiek ligt volledig boven de x-as, dus dat wil zeggen dat mijn y-waarde overal positief is. Dat ga ik ook zo in een tekenschema zetten. Hè. Voor x-waarde van min oneindig tot plus oneindig, mijn y-waarde zal altijd positief zijn, want de grafiek ligt volledig boven de x-as. En dan hebben we het verloopschema. De grafiek... Begint hier en blijft omhoog gaan, dus stijgt van 0 tot plus oneindig. Ik herhaal nog eventjes voor de limieten. De limiet voor x gaat naar min oneindig is 0, dat zie je hier. De limiet voor x gaat naar plus oneindig is plus oneindig. Goed. Deze oefening, dus hè, voor y, de eigenschappen voor y is 3 tot de macht x, kan je vergelijken met die in je boek, pagina 219-220. Daar staan de eigenschappen voor de functie y is 2 tot de macht x. Dus je kan die eens naast elkaar leggen en eens gaan vergelijken en eens zien wat de gelijkenissen zijn. En je gaat zien dat eigenlijk alle eigenschappen dezelfde zijn. Zolang dus uw k 1 is en uw a groter is dan 1. Als we dan een tweede functie gaan bekijken met een groeifactor tussen 0 en 1 en een k ook gelijk aan 1, dus k blijft 1, maar je groeifactor wordt tussen 0 en 1 genomen. Bijvoorbeeld
1 maal, dus hier, hè, k maal a tot de macht x, 1 maal 1 derde tot de macht x. Kan ik ook schrijven als y is 1 derde tot de macht x. Als ik daarvan de grafiek ga tekenen, dan krijg ik deze grafiek. Ja. Ook hier kan ik een functiewaardetabel bijmaken. 1 derde tot de min derde, dan keert mijn breuk om, krijg ik 3 tot de derde, 27. 1 derde tot de min tweede is dan 9, en zo verder. Je ziet eigenlijk dat je hier de omgekeerde tabel krijgt van daarstraks. Ja. En dus ook de omgekeerde grafiek. Belangrijke punten. Het snijpunt met de y-as, of de beginwaarde of de coëfficiënt. K is 1, dus 0, 1 is de, zijn de coördinaten van het punt A. Dan heb je hier het punt B, opnieuw. Waarom verschijnt die? Ja, oké. Opnieuw, dus het punt met x-waarde 1 heeft y-waarde A. Als ik voor x 1 invul, dan wordt mijn y 1 derde tot de macht 1, dus 1 derde. 1a is dus de coördinaat van het punt B. En van het punt C, als ik min 1 vul, dan krijg ik min 1. En voor de y-waarde 1 derde tot de min eerste, dus 3. Dat is het omgekeerde van dit, of 1 op a. Min 1, 1 op a zijn de coördinaten van het punt C. Oké, als we dan opnieuw kijken naar domein. Je ziet opnieuw dat de grafiek van links naar rechts loopt over heel de breedte van mijn x-as, dus van min oneindig naar plus oneindig, of domein R. Voor het bereik zie je dat de grafiek volledig boven de x-as ligt, dus zoals daar straks, het bereik is R plus onder 0 of van 0 tot plus oneindig. Ook hier hetzelfde, er zijn geen snijpunten met de x-as, dus er zijn geen nulwaarden. Nulwaarden, geen. En de limieten, die zijn hier een beetje anders als daar straks. Als x nadert naar min oneindig, dan zien we dat onze y-waarde daar helemaal van boven zit. Dus dan nadert y naar plus oneindig. Aan de andere kant, als x nadert naar plus oneindig, dan zien we dat die y-waarde naar de x-as toe gaat. En op de x-as is y 0. Dus als x gaat naar plus oneindig voor deze functie, dan is de y-waarde gaat naar 0. Ook dit gaan we straks terugzien in het verloopschema. Asymptoten zijn dezelfde als daar straks. De x-as is de horizontale asymptoot en heeft als voorschrift y is 0. Er is geen verticale asymptoot. Tekenschema hetzelfde als daar straks. De grafiek ligt volledig boven de x-as, dus overal positief. Voor elke x-waarde heb ik een positieve y-waarde. En dan het verloopschema. In tegenstelling tot daar straks is de functie nu dalend. Dus kunnen we een dalende pijl zetten. En die gaat van plus oneindig naar 0. Opnieuw, dit komt overeen met wat we daar straks genoteerd hebben bij de limieten. Of het staartgedrag. Deze oefening kan je vergelijken met de oefening in je boek. Daar wordt de functie y is 1 tweede tot de macht x besproken. Je gaat opnieuw zien dat dat alle eigenschappen dezelfde zijn. Zolang dat dus uw a tussen 0 en 1 ligt. En uw k 1 is. Als we dus die twee functies die we besproken hebben naast elkaar zetten, dan zie je eigenlijk dat die elkaars spiegelbeeld zijn. En dat de coördinaten van de punten a, b en c ook eigenlijk dezelfde zijn. Dus coördinaat van punt a is 0, 1, zowel hier als daar. Coördinaat van punt b is 1, a, zowel hier 1, a, als hier 1, a. En want hier is a 1 derde. En coördinaten van punt c, min 1 en 1 op a, ga je ook zien dat dat hier en hier, dus bij c, dezelfde coördinaten heeft. Dus dit zijn altijd de coördinaten als k 1 is. Wat is het verband tussen deze twee? Je hebt hier een grondtal en hier het omgekeerde grondtal. Wel, dan ga je zien als je de grafieken tekent dat ze elkaars spiegelbeeld zijn. Nu is het aan jullie. Je moet deze twee functies hier invoeren in GeoGebra en zelf de vraagjes beantwoorden. Ik heb daarvoor een document voorzien dat je kan invullen. En dat stuur ik jullie op via mail. Dus de bedoeling is dat je die twee functies bespreekt, een grafiek tekent, alle eigenschappen bespreekt. En dat je dit bundelt in één Word-document en dat je dit in de uploadzone van week 11 zet. Ik wens jullie veel succes en tot volgende week. Dag!